Papenburg, de stad van de scheepsbouwers en zeevarenden, heeft zich snel ontwikkeld. Van een veenkolonie naar een locatie waar de grootste cruiseschepen gebouwd kunnen worden. Het Hauptkanaal van Papenburg speelt een hoofdrol in de ontwikkeling van de stad. In de 19e eeuw was hij de handelsplek voor turf en vandaag is hij de hoofdwinkelstraat van Papenburg. In het Hauptkanaal liggen 6 scheepsreplica's die samen een uniek openlucht scheepvaartmuseum vormen en herinneren aan de vele scheepswerven die de stad ooit telde. De tjalk Tekla van Papenburg is een scheepstype dat in de Waddenzee gebruikt werd. De platbodem kon bij eb zonder gevaar droogvallen. De Margaretha van Papenburg was een scheepstype dat ontwikkeld was voor de kustscheepvaart. Door de geringe diepgang kon het schip ook kleinere havens aandoen. De brik Friederike von Papenburg is een waarheidsgetrouwe reconstructie van een in de 18e en 19e eeuw gebruikt scheepstype. Het vrachtschip met 2 masten heeft een grote laadcapaciteit en werd hoofdzakelijk gebruikt voor het oversteken van de Atlantische Oceaan. In 1630 begint Dietrich von Velen met het ontwikkelen van de veenkolonie Papenburg naar Nederlands voorbeeld. Om het veen te ontwateren moesten kanalen worden gegraven. Die kanalen dienden tegelijkertijd ook als transportroutes. Daarvoor waren schepen nodig en die werden in een later stadium gebouwd op de scheepswerven die zich in grote getale in Papenburg zelf vestigden. Een van die scheepswerven met een lange historie is de Meijerwerf die in 1795 werd gesticht door Rolf Meijer. Van de 20 scheepswerven die in 1870 in Papenburg waren gevestigd, is de Meijerwerf als enige overgebleven. Na bijna 200 jaar was de Meijerwerf op de historische plek uit zijn jasje gegroeid. Een stukje verderop werd een nieuwe grote werf opgericht waar de grootste cruiseschepen gebouwd kunnen worden. Ook veel Nederlanders uit Groningen en Drenthe verdienen er een goede boterham. Het is een spectaculair gezicht als zo'n bijna afgebouwde zeereus vanuit Papenburg over de Ems naar zee wordt gesleept. Het oude historische gebouw van de Meijerwerf is gerenoveerd en vormt vandaag het culturele centrum van de stad. Deze scheepsboeg is door de leerlingen van de Meijerwerf gebouwd en als cadeau aangeboden aan de stad Papenburg. De boeg staat symbool voor de band tussen de economie van Papenburg en de scheepsbouwtraditie van de stad. In de Alte Drostei is het Streekmuseum van Papenburg gevestigd. Het jaartal 1636 in de puntgevel stamt kennelijk van een oude gebouw op deze plek. De huidige Alte Drostei werd namelijk pas begin van de 18e eeuw gebouwd. Het gebouw waar nu de firma Averdien in zit, was vroeger, sinds 1904,
een opslagplaats voor granen en zout. Meijers Korenmolen werd in 1880 gebouwd. Eerst aangedreven door de wind, later door een stoommachine en nog later door een elektromotor. Omdat de omringende bebouwing de wind steeds meer belemmerde. In 2000 werd de molen helemaal gerenoveerd en kreeg nieuwe wieken. Nadat het Emsland bij het koninkrijk Hannover was gekomen, kwamen aan het eind van de 18e eeuw de eerste evangelische kolonisten naar Papenburg. In 1870 werd voor hen de nieuwe Nicolaaskerk ingezegend. Een compact bouwwerk in nieuw gotische stijl. Nicolaas kennen wij als Sint-Nicolaas, de kindervriend. Maar hij is ook de beschermheer van de zeevaart. In 1853 kochten de Papenburgers hun onafhankelijkheid van hun landheer Johannes Ignaas van Landsbergen-Velen tegen betaling van 100.000 daalders. Het duurde daarna nog 60 jaar voordat de stad zich een eigen stadhuis kon permitteren. Maar toen hadden ze ook wat. Langs het Hauptkanaal heeft Papenburg veel interessants te bieden. Geniet rustig verder van dit boeiende traject. Het is een bezoek waard.